Aan het begin van de 21ste eeuw zijn we ons ervan bewust dat we de aarde hebben uitgeput en vervuild. Dat we onze eigen problemen hebben opgestapeld. En dat het morele beginsel dat ons leidt, het voorzorgbeginsel dat voorschrijft, dat we aan toekomstige generaties geen kansen mogen onthouden die we zelf hebben, dat morele beginsel een drijvende kracht is in de richting van inspanningen voor verduurzaming. We hebben een economie gebouwd die onstabiel is, die grote crises voortbrengt. En die crises hebben ons in moeilijkheden gebracht. Aan de andere kant is er een voortdurende stroom van technologische vernieuwing die onze kansen vergroot. Het vinden van een broze balans tussen al die drijvende krachten is een majeure opgave. En de uitdagingen die ons wachten vereisen het samenballen van alle competenties waarover de samenleving beschikt. Dat is de achtergrondgedachte van social innovation. Niets is neutraal. Niets is onveranderlijk. De Griekse wijsgeer Herakleitos zei het al, pantarij, alles stroomt, alles is aan verandering onderhevig. Maar al die veranderingen dringen en dwingen ons tot nieuwe vormen van samenwerking en organisatie. Social innovation is overal. Het lijkt een modieus begrip, een containerbegrip. Het is alles en dus misschien wel niks. Aan het begin van een grote beweging is er vaak onhelderheid. En gebruiken we als bron van inspiratie begrippen die naderhand preciezer in betekenis worden. Zover is het nog niet met social innovation. Nu omschrijven we het als een waaier van uiteenlopende bestanddelen. Het gaat om vernieuwing. Vernieuwing in methoden, processen en arrangementen. Van productie en consumptie. Tussen mensen en organisaties. Waarin de belangrijke dienstverlenende domeinen van de samenleving aan de orde zijn. Zorg, werk, duurzame ontwikkeling. De verzorgingsstaat was een indrukwekkende uitvinding, maar is aan het eind van haar levensduur. De onbedoelde effecten van nobele arrangementen hebben crisis veroorzaakt. En het herschikken van die arrangementen is nu aan de orde. De technologische mogelijkheden om betere zorg te verlenen, om mensen een waardiger bestaan te gunnen en te continueren, vereisen indringende samenwerking tussen ondernemers, wetenschappers, burgers en overheden. De universiteiten, de hogescholen, de ROC's van vandaag keren zich naar de samenleving. Proberen hun aanwezige schatkamers van kennis te verbinden met de vernieuwingsbehoeften van ondernemers, burgers en overheden. Dat gaat niet vanzelf. En tegelijkertijd moet die universiteit bezig blijven met het streven naar excellentie in wetenschappelijk onderzoek. Een broze combinatie. Wat we waarnemen is dat nieuwe samenwerkingspatronen op tal van manieren opbloeien. En daarin zijn ook nieuwe woorden aan de orde. Living labs, broedplaatsen, academische werkplaatsen. Allemaal gelegenheden waar verbindingen plaatsvinden. Brabant is een bijzondere regio. Een indrukwekkend conglomeraat van technologische ontwikkeling en vernieuwing rond Eindhoven. Een aantal bloeiende kennisinstellingen die ook zijn gericht op maatschappijwetenschap. En in andere regio's van Brabant een DNA dat zich leent voor coöperatieve bewegingen, voor zelfsturing, voor vernieuwende vormen van samenwerking. Daarover handelt social innovation. We kunnen het leven van mensen veraangenamen door technologische mogelijkheden in huis ter beschikking te stellen van ouderen. Maar dat vergt ook nieuwe vormen van zorgaanbod en van organisatie rondom zorg. Nieuwe schakels. We kunnen mensen in staat stellen hun ideeën te verwezenlijken, maar dat vergt nieuwe vormen van kredietverlening. En ook die zijn mogelijk in coöperatieve zin. Crowdfunding, kredietunies.
De huidige technologie stelt ons in staat om decentraal energie op te wekken op een effectieve manier. Maar dat vergt organisatievormen waarbij kapitaal beschikbaar komt en de verbindingen met de centrale infrastructuur goed geregeld zijn. We ontdekken dat de microsamenleving in de wijk ook een bron van dienstverlening kan zijn. Maar dat vergt nieuwe opstellingen van gemeentebesturen, misschien ook wijkcoöperaties. En meer in het algemeen hebben we ontdekt dat de representatieve democratie is te verrijken als we burgerinitiatieven verwelkomen in plaats van buiten de deur proberen te houden. Het geven van ruimte aan burgerinitiatieven en participatieve bewegingen zoals coöperaties neemt niet weg dat we ook kunnen waarnemen dat iedere vorm van zelforganisatie risico's oplevert voor degenen die daar buiten blijven, die geweigerd worden aan de poort van het broodfonds of van de energiecoöperatie. En we kunnen ons niet onttrekken aan de verplichting om over die uitsluiting na te denken en waarborgen voor redelijkheid te vinden. En dat vergt waarschijnlijk ook een nieuwe opgave voor bestaande instellingen van openbaar bestuur. Het bewustzijn van de continuïteit van verandering. De zekerheid dat dat wat wij tot stand brengen niet zal beklijven. De overtuiging dat het een menselijke opgave is om nieuwe vormen van samenwerking en organisatie te vinden in die maalstroom van verandering. Die overtuiging inspireert. Niet omdat we er zeker van zijn dat het gestelde doel is te bereiken, maar omdat we weten dat stagnatie en lethargie ons verder in de problemen brengen. Met andere woorden, social innovation als inspanning, als streving, is alleszins de moeite waard. Ook in onzekerheid over de continuïteit van het gunstige resultaat. Het is niet zeker dat het lukt, maar de inspanning zelf is de moeite waard.